Meneer Paul. Ja, meneer. We staken. Ik ondersteun. We staken, we zijn in protest, meneer Paul. U bent gebeld geworden en u bent verrast dat de mensen hier staan die zeggen we protesteren, want onze beloofde 8% is niet gestort. Nou? Weer niet gestort. Ik wil niet zeggen dat ik verrast ben, omdat het in het Zielziekenhuis bekend was geworden vanaf gisteren. Hebben wij een bericht gezien dat de mensen hebben besloten dat ze in protest zullen komen. En wij begrijpen de mensen voor de 100%. Alleen als bond kunt u niet doen, begrijp ik, omdat u in een rechtszaak zit? Dus ik zou niet zeggen dat we niets kunnen doen, maar het is goed als de mensen zelf hun stem soms ook laten horen. Kijkt u, u moet begrijpen dat de mensen moe zijn. Toch, we hebben dit ook aan de minister gezegd, we hebben het zelfs aan de rechter gezegd. De mensen zijn beloofd. U weet, we zitten werkelijk in een rechtszaak verwikkeld met betrekking tot onze loonlijks. Er is een overeenkomst getekend met de heer Misken ten aanzien of met een deel van de vakbeweging, want het zijn twee overeenkomsten. Eentje gaat over 8% loonsverhoging die de mensen hebben gehad, de landsdienaren. En u weet, het personeel van het ziekenhuis is ook landsdienaar, dus ze hebben de rechter. Er is rekening gehouden, natuurlijk, men zegt het ziekenhuis is groot enzovoorts. De ziekenhuizen ontvangen meestal achteraf. Er is beloofd tijdens we bezig waren dat de mensen vanaf september de 8% loonsverhoging zouden zien. Het is niet gekomen. In oktober, toen wij voor de rechter waren, hebben we de minister en ook de rechter gezegd. Want u mag weten, in oktober hebben de mensen zich reeds geroerd. Er is een groep mensen naar de directeur gegaan om de directeur te vragen waar is onze 8%. Want het was beloofd in september, ze hebben het niet gezien. En ergens begin oktober zijn ze naar de directeur geweest. Bij de rechter hebben we het ook aangegeven, rechter, kijk, er gaan mensen in beroering komen. De mensen kunnen de situatie niet meer aan. De mensen zijn er moe van om als kleine kinderen behandeld te worden, om van het kastje naar de muur gestuurd te worden. En wij gaan geen acties uitroepen om die 8%, maar de mensen hebben de recht op en iedereen heeft het moeilijk. Toch, dus geeft die mensen die 8%, de minister heeft toen beloofd, eind oktober. Eind oktober hebben we het niet gezien. Ze hebben uitstel gevraagd voor de case, want we zouden in begin november weer voor de rechter moeten verschijnen. We hebben gezegd, geen probleem met uitstel, heeft een paar dingen die moeten regelen. Maar we verwachten wel dat het personeel hun 8% loonsverhoging ziet, want de mensen kijken er naar uit. Is niet veel geld, maar ik dacht maar een psycholoog. Ja toch, een pak brood is nu, ik denk 23 of ik weet niet hoeveel geworden. Dus maar kan de gewoon op 32 zit u, de mensen zijn beter op de hoogte dan het. Toch? Ja, het is nog pas niet veel. Begrijpt u? Dus alles is te veel geld, maar die mensen kunnen er wat mee doen. De mensen hebben geduld getoond. Tijdens het uitreikingen van de bereidsverklaringen heeft de minister van Volksgezondheid zelf aan de mensen beloofd dat die 8% loonsverhoging eind november wordt uitbetaald. De TWK's heeft hij aangegeven, het komt ook, maar ik kon op dat moment niet direct aangeven wanneer, want hij moest nog in overleg treden met de minister van Financiën. Zo. Als nou blijkt dat de tijd nadert, en u weet, wij kunnen ook nagaan, is dat ding overgemaakt voor het ziekenhuis of niet, is dat geld overgemaakt, stuur ik een bericht voor de minister. Van minister, kijkt u, ik heb begrepen dat het ziekenhuis dat geld nog niet heeft gekregen. En de mensen kijken reikhalsend er naar uit. Nou, hij heeft me blauw gelaten, ik heb ook iets meer gezegd. Ik heb contact opgenomen met de directeur tot en met 20 november nog. Ze hebben niets overgemaakt. En het moment dat ik zag dat eigenlijk er berichten rondgaan, nou kan je niets anders doen dan de mensen begrijpen. Ja toch, de mensen hebben besloten dat zij gaan protesteren en daar kunnen wij niet tegen zijn. Omdat de mensen moe zijn. Ja, en van alle afdelingen. Hè? Het zijn dus niet alleen maar het verplegend personeel, we hebben administratie, we hebben technische dienst, de artsen. Maar ja. Ik heb begrepen dat zaalartsen ook ontevreden zijn. Dus kijk, en eigenlijk ook willen stoppen. Kijk, als we kijken naar de situatie binnen de gezondheidssector, moet ik u aangeven
Men belooft dat het beter wordt, maar het wordt alleen maar slechter. Verpleegkundigen trekken dagelijks weg. Ik ben bang om die cijfers op te zoeken. Ik zit ook bij mijn ledenlijst toch, dat er mensen gaan. Er komen wel een paar nieuwe mensen in. Dus. Maar kader ga je niet vinden. Mensen die ervaring hebben, ga je niet vinden. Die mensen moet je behouden. Hmm. En die mensen worden niet behouden. Het wordt zwaarder voor de mensen op de werkvloer om nog adequaat zorg te kunnen verlenen. Want de mensen worden moe. Die mensen krijgen burn-outs. Die mensen gaan ziek melden. En zou dit wat er nu gebeurt de minister wakker schudden? Dat moet. Het blijft hierbij. Ik weet niet als de minister wakker geschud moet worden, want als iemand niet slaapt, kan je de persoon niet wakker maken. Dus dat. Toch, hij is wakker. Maar ik hoop wel dat het een duidelijk signaal is naar de minister en de regering, want het is niet alleen de minister die in de regering zit, dat ze de eisen van de mensen bewerkstelligen. Eigenlijk wil ik niet precies praten over de eisen. Het is die mensen hun recht. De mensen zijn landsdienaren. Er is een overeenkomst getekend. De overige landsdienaren hebben hun geld al lang gehad. Met TWK. Waarom kan het bij het academisch ziekenhuis niet? Dat kan niet. Ja, dat is natuurlijk de vraag. De mensen voor de 100%. Ja, landsdienaren, andere landsdienaren wel, AZP niet. AZP niet. Ik heb begrepen ook MMC niet hoor. Houdt u maar ten goede. De overige ziekenhuizen zouden het ook krijgen. Ik sta ook in contact met een bond van de overige ziekenhuizen. Bijvoorbeeld LKZ.